Met het oog op oude- en nieuwjaarsviering zullen de komende tijd strenge controles worden uitgevoerd op de verkoop van vuurwerk. Dit zegt districtscommissaris Mike Nerkens van Paramaribo Noordoost. Zowel het Korps Brandweer Suriname als de commissariaten zullen erop toezien dat slechts de ondernemers die zich aan de richtlijnen en standaarden houden in aanmerking zullen komen voor een vergunning. Wat er nu gebeurt is dat de winkeliers die vuurwerk aan de man willen brengen, die gaan er nu een vergunning aanvraag indienen. Nadat het is ingediend gaat het dan naar de brandweer. Ze hebben een speciale unit die dan op uitgaat om eigenlijk naar de situatie waar de verkocht gaat worden te kijken. En om ervoor te zorgen dat de mensen die vuurwerk gaan verkopen, aan de veiligheidseisen voor verkoop gaan voldoen. En nadat wij het rapport hebben gehad van de brandweer, dat alles oké is, dan gaan wij dan de vergunningen verstrekken. Wat wilt u aan de burgerij vertellen als het aankomt op het gebruik van vuurwerk en bommen? Voorzichtig, want als je vinger kwijt bent, kan u niet gaan kopen bij Kersen of Kerkpalani. Dus voorzichtigheid geboden. Omdat december een feestmaand is, zal er gedoogbeleid worden gevoerd tegen burgers die geluidsoverlast veroorzaken. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal er worden opgetreden, zegt de burgervader verder. Kijkt u, deze periode van het jaar is een andere periode. Ik denk vanaf na 25 november gaat elke Surinamer toch langzamerhand gaan richting eind van het jaar toe. Elke dag in een andere sfeer. Maar samen met de politie hebben we wel afspraken lopen dat indien het toelaatbare overschrijdt, dat de politie dan wel gaat optreden. Toch? Dus, en meestal heb je dat wanneer mensen een beetje gedronken hebben, ze dan in een andere wereld komen en dan ze dan, laten we zeggen, het verschil tussen juist en niet juist niet goed meer kunnen uitmaken. Maar dan komt dan de politie daar om ze dan even te corrigeren. Districtscommissaris Mike Nerkens van Paramaribo Noordoost over de controle op de verkoop van vuurwerk. Het vorig jaar waren er ruim 1000 vergunningsaanvragers voor de verkoop van vuurwerk.